Hartelijk welkom. Fijn dat je kijkt naar alweer een nieuwe maand update van Envida, waarin we belangrijk nieuws delen of gewoon leuke, spannende weetjes. En we beginnen natuurlijk met het allerleukste nieuws van de maand. Wij wisten het al lang dat we de aantrekkelijkste werkgever zijn, maar nu weet heel Limburg het. Ik ga jullie niet langer in spanning houden. We gaan uiteindelijk de winnaar uitroepen in de categorie Groot Bedrijf Aantrekkelijkste Werkgever 2021. Gefeliciteerd! Dankjewel! We zijn gefeliciteerd met de titel Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg 2021. Ik zie je van de stoel op het springen. Fantastisch, Jos. Ja, dit hadden we echt niet verwacht. Dit is natuurlijk zo fantastisch, zo geweldig dat dit gebeurt. Ik zie dit ook als een eerbetoon, niet alleen aan die zorgmensen van Envida, maar ook van de zorggroep en al die andere collega's, die duizenden mensen die gewoon een jaar lang zo geploeterd hebben onder hele zware omstandigheden, maar wat net ook al aangegeven werd, zichzelf opnieuw uitgevonden hebben op een aantal punten. Ik wil je alleen maar bedanken voor het meedoen. Ik wil je de prijs meegeven, geef een mooi plekje en tot ziens. Ja, dankjewel. Neem me mee. Dank je. Ja, en dit is hem dan. Hij is natuurlijk voor en van jullie allemaal en hij staat het komende jaar in het Elisabethhuis te shinen. Ja, en dan door naar het volgende onderwerp. 7 tot en met 11 juni is het de week van de webinars, oftewel kennisproevenement. 2 webinars per dag en iedereen is van harte uitgenodigd. Waarom en wat er precies gebeurt, dat vertelt Guido Pietmans. Hallo. Deze keer geen filmpje over de visie op verpleegzorg, maar over een geheel ander onderwerp. Over het kennisproevenement. Het kennisproevenement is een reeks van webinars in de week van 6 tot en met 10 juni. Webinars die we samen organiseren met de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg. Een samenwerkingspartner van Envida, waar we al ruim 20 jaar samenwerken en waarin we in feite de wetenschap en praktijk met elkaar in verbinding brengen. Wetenschap is onderzoek doen. Onderzoek doen is meten. En meten is meer weten. Onderzoek doen is belangrijk, omdat het leidt tot inzicht, bijdraagt aan beter begrip over de kwaliteit van zorg. En kijken waar we die kwaliteit van zorg nog op punten kunnen verbeteren. Niet alleen binnen de woonzorgcentra, maar ook in de thuiszorg. De webinars duren 15 minuten. Ik hoop dat we in die week, dat we vele van onze collega's mogen begroeten bij die webinars en dat voor ieder die daaraan deelneemt een inspirerende week mag zijn. Ik zie je graag. En afgelopen 12 mei was het natuurlijk de dag van de verpleging, ook wel de dag van de zorg genoemd. Tijd om onze collega's in het zonnetje te zetten. Zowel in de wijk als op locaties werd dat ook natuurlijk gedaan. En wij volgden Michelle en Job. Ik ga mijn collega's blij maken met deze mooie bloemen die wij gekregen hebben voor de dag van de verpleging. Ik doe dit omdat ik heel veel respect heb voor de mensen in de zorg. Ze werken op dit moment allemaal knoerhard. En daarom wil ik hun via deze actie een hart onder de riem steken op de dag van de zorg. Hoi allemaal, vandaag is de dag van de zorg en Envida die heeft schijnbaar iets voor ons. Jean-Paul is druk bezig met alle taarten te snijden. Lieve collega's bij Envida, iedereen ontzettend bedankt voor de afgelopen periode. Vandaag was de dag van de zorg. We zijn vandaag een beetje in het zonnetje gezet door Envida. Envida, dank jullie wel voor de presentjes en natuurlijk voor de heerlijke taart. En tot snel, tot het volgende filmpje. Doei doei! En dan portret op camera, een persoonlijk portret van een collega. En ditmaal Nicole Koerts. Zij is lang geleden begonnen als helpende en inmiddels doorgegroeid naar programmamanager verpleegzorg. En ik mocht haar opzoeken thuis en we dronken een lekker kopje koffie samen. Ja, lekkere wandeling zit er niet in, maar we mogen wel op bezoek bij Nicole Koerts voor een persoonlijk portret. Goedemiddag. Kom gauw binnen. En je vindt het helemaal niet leuk. Nee. Maar wij wel.
toen jullie me vroegen om dit interview, was ik er ook niet echt happy op. Nee, dat weet ik. Helemaal niet zelfs. Toch heb je best wel een levensloop gehad, toch? Dat jij hier nu zou staan in deze functie is niet altijd duidelijk geweest. Nee, dat is een ontwikkeling die de afgelopen 27 jaar heeft plaatsgevonden. Die is 27 jaar geleden is dat begonnen. Toen kwam ik eigenlijk per toeval in de zorg terecht. Per toeval? Ja, want ik werkte toen voor een schoonmaakbedrijf. Destijds op het grote Clevari-terrein, op het gebouw. En poetste daar en ben toen eigenlijk verliefd geworden op die ouderenzorg. En dat is, is een liefde die nooit meer is overgegaan. Ja, echt iets betekenen voor iemand in het leven. En met name in het laatste stukje van het leven. Dat heeft me toen gegrepen en ja, dat is altijd bij me gebleven. En daar zet ik me nog iedere dag voor meer dan 100% voor in om daar een bijdrage aan te leveren. Vanuit mijn opleiding heb ik heel erg gekeken naar mijn persoonlijke levensmissie. Dat klinkt heel zwaar en dat is het eigenlijk ook best. Want wat wil je achterlaten? En op het moment dat ik voor mijn gevoel aan dat iets achterlaten heb kunnen bijdragen, ja, dan denk ik, yes, goeiedag geweest. En dan de ledenservice. Envida Ledenservice gaat on tour, op zoek naar jou. Want hoe kunnen zij helpen om jou te ondersteunen? Dat is de vraag. Jacqueline en Marcia doen een oproep. Envida Ledenservice gaat on tour. Brainstorm jij met ons mee? De komende jaren neemt het aantal ouderen snel toe. Helaas kampen we in de zorgsector ook nog met een personeelstekort. Envida Ledenservice heeft meer dan 50.000 leden, waarvan het grootste gedeelte 65 jaar en ouder is en momenteel ook nog geen zorg nodig heeft. Over 10 jaar kan dit plaatje er heel anders uitzien. Heb jij ideeën hierover? Geef je dan op voor één van onze brainstormsessies. Aan het einde van elke sessie verloten we een dinnercheck te waarde van €50. Iedereen binnen Envida is welkom, maar vol is vol. Aanmelden kan door een mail te sturen naar ledenservice@envida.nl. Zien we je daar? En ook ik zal meereizen met de Envida Ledenservice on tour. Dus ik hoop jullie allemaal te zien. Ja, en dan Pinksteren. In coronatijd is alles anders. Zo ook Pinksteren. Want op Pinksterzondag is er in Heren altijd processie en daarna kermis. Maar dit jaar is dat natuurlijk niet. Voor de bewoners en de cliënten werd in plaats van de processie een mooie route gelopen. Daarna was er een korte stop voor de zegen in de binnentuin van de Kronenhof. Bewoners zaten lekker beschut tegen de wind en hebben genoten. En natuurlijk het recept van deze maand. Dit keer niet van Lindsay, maar van Nienke. Lindsay is met zwangerschapsverlof en daarom doet Nienke het. Ze begint gelijk goed, want ze heeft een heerlijk recept van yoghurtbollen. Zowel zoet als een hartige versie. Dus voor iedereen wat wils. Lekker, maar ook gezond. Vandaag ga ik hartige Griekse yoghurtbollen maken. Uiteraard hebben we Griekse yoghurt nodig. Volkorenmeel, een beetje bakpoeder, wat kruiden. Daarnaast 2 eieren, een beetje melk en kaas. Ik gebruik halloumi of 30 plus kaas. En ik ga even beginnen met het raspen van de kaas. Dan ga ik nu de droge ingrediënten even met elkaar mixen. Ik heb 250 gram volkoren meel nodig. En er komt dan 1 zakje bakpoeder bij. Ik gebruik Griekse stijlyoghurt, 0% vet. En dat ga ik even mengen met 2 eitjes. En dan ga ik hier beetje bij beetje dat volkoren meel bij doen. Dan ga ik even de kruiden erbij doen. En de kaas die ik gerasp heb, die doe ik er ook erbij. Dan is het beslag nu klaar. En dan ga ik met een lepel 8 bolletjes maken. En dan doe ik wat blokjes halloumi die ik aan het begin gesneden heb op de kwarkbollen. En dan heb ik nog wat pompoenpitjes voor bovenop de kwarkbollen. En dan gaan ze een kwartiertje de oven in op 200 graden. En zoals gewend sluiten we af met een persoonlijke boodschap van Roger. Ja, ons leven wordt gelukkig steeds normaler. We zien met versoepelingen dat het leuker wordt, dat het weer gezelliger wordt. Dat je weer vaker bij elkaar komt.
Maar we zien wel dat we ook een aantal dingen wat anders doen als we altijd gedaan hebben. We zien dat veel activiteiten kleiner georganiseerd worden. En wat we zien dat kleiner niet alleen veiliger, maar vaak ook leuker en makkelijker is. En gelukkig ook goed om te zien dat jullie de afgelopen 14 maanden goed doorgekomen zijn. In ieder geval het overgrote deel van jullie. En dat zegt toch wel heel veel over jullie veerkracht. Ik heb jullie al eerder aangegeven dat we ook bezig zijn met de toekomst van Envida. En dat we daar ook de afgelopen 14 maanden willen gebruiken om goed na te denken van hoe willen we nu echt die toekomst van Envida vormgeven. Op de Mijn Envida omgeving vind je een nieuwe tegel, die heet Envida Next. En op die tegel kun je alles lezen en ook horen en zien wat met de toekomst van Envida te maken heeft. En krijg je ook de mogelijkheid om daar ook over mee te praten, want ook jij hebt een stem als het gaat om de toekomst van Envida. Wat ook leuk is, dat is dat we een kennisproefevenement gaan organiseren. En dat kennisproefevenement dat doen we samen met de mensen van de kennisinstituten, met name de mensen van de universiteit, van de academische werkplaats, maar vooral de kennis die we samen hebben. En in dat kennisproefevenement maak je kennis met je collega's en wetenschappers die goede en relevante filmpjes hebben en presentaties hebben, ja, waar je ook in je dagelijkse praktijk je voordeel mee kunt doen en die ons ook kunnen helpen naar die toekomst toe. Ja, als we het toch over het proefevenement hebben, we hebben binnenkort ook een soort wandelproefevenement. Dat heet een hap en stap, of stap en hap, ik weet niet hoe de volgorde is. Maar dat is hiervoor georganiseerd door de ontspanningscommissie. En die ontspanningscommissie die wil daarmee ook het leuke en het nuttige, met name gezellig in beweging zijn, willen ze gaan combineren. Dus kijk ook op de site van de OCE en doe wellicht mee met dat hele wandelevenement. Geniet intussen ook van het mooie weer dat er aan gaat komen, hè, dat er eindelijk aankomt. En waar je denk ik ook met alle versoepelingen misschien nog wel meer van kunt genieten dan dat je eerder gedaan hebt. Het gaat jullie allemaal goed. Dit was hem weer. Ik hoop jullie volgende maand weer te zien. Tot dan, hou je gezond. Dag.